beter komt. Dat hij beter. Hey guys, ik ben Blankenberg. Zoals jullie kunnen zien, Blankenberg was pretty as fuck, boys. Hey, this is nice out here. So right now, hey, boys, check this. Come in, zwembroek. That is pretty nice. So guys, I would like to say thank you for watching my videos. Zonder jullie was het niet mogelijk om hier naar Blankenberg te komen. Het weer hier, it's beautiful. The pool, the palm trees. Guys, I would like to say thank you. Creator code, dat ik zeg. Hey guys, ik ben net wakker. Vandaag is een hele speciale dag. Vandaag gaan we in Blankenbergen laag chillen op het strand. Het lijkt misschien niet zo hard omdat het zo koud is en shit. Maar ik denk wel dat daar de video is om een soort van en in de zij te gaan en zo in de winter. Dus ik lig al nu nog in mijn bed. Het is nu... Hey. Check dit, what the frick. Oh shit. De vorige video's de 12 in trend, denk ik, what? It's gonna be a great fucking day. Oké! Ik weet nog niet precies welke weer dat is, maar het ziet er wel redelijk nice uit. Ik ben echt een vlogger, man. Waarom ben ik niet genomineerd als beste vlogger? Fucking video! Fuck Viet, man. I don't give a... Ziet er wel redelijk nice uit, man. Ik ben wel nog niet zeker of het... It looks pretty good! It's fucking... Hello! Hello, motherfucker. Mijn papa was hier op vakantie in Blankenbergen. En ik dacht van, joh, ik ga eens hallo gaan zeggen aan mijn pa zonder hij dat weet. Toen ben ik ook hier gepoelopt. En hij was zo, what the fuck do you have, Blankenberg? Well, here I am. Hello. The lads over there taking a nice Instagram picture. Ooh, that's gonna be great, man. Ik denk dat het eerst tijd is om eens te checken hoe die pool is daar. Maar het is hier wel nice in Blankenberg. Er zijn een paar upgrades gebeurd aan mijn huis. Zoals je kan zien, we hebben nu een lift. Time for a quick swim. Zo wat hier nog niet eens gaat checken, man. Hello. Er zijn ook een paar upgrades gebeurd in mijn tuin. Oh shit, nee, dus... Dit is niet waar ik moest zijn, shit. Ik weet niet echt of ik nu in de tuin sta van buren van mij, maar... It's pretty nice. Woef! Hidden gates! Ik denk ook niet dat dit de bedoeling is, maar... Yeah, that actually worked. Woef! Blankenberg is duidelijk op upgrades, man. Hello! Ik heb nooit echt beseft... Dat het uitzicht van de zee in België zo nice kan zijn, man. Oh shit. Je zou beginnen denken dat hij niet in België. What the fuck? Het is tijd om een zwempiet te doen. Fuck, ik neem alles terug dat ik ooit gezegd heb over Blankenberg. Man, het is fucking nice in hier. Nog andere zwembad in mijn tuin. Sick. Zien jullie dat? Zijn palmbomen. Pretty nice. Hallo. Is dit wat doof? Dit is mijn nieuwe setup. Hier komt mijn computer en zo. Kijk, ik had het even gehad met mijn wereldreis. Ik moest even terugkomen naar Blankenberg. Zoals jullie weten, ik gebruik geen fucking greenscreen, boys. I'm just here chilling. Having a great time in Blankenberg. Ik, veel mensen weten dat niet, maar zo in deze periode van het jaar, in februari, is de mooiste weer hier. Dan kan je hier big chilleronies. Dat is hier nice weather. So we're going for a swim. The fuck doen al die mensen in mijn tuin, man? Can you please leave? Even naast wat ik net aan het zeggen was, maar er zijn net zo twee mensen van... Kijk, dat zijn de tuin, man, snap je? Die zijn net mijn identiteitskaart komen vragen en zo. Om te kijken of dat ik wel 18 was, omdat ik blijkbaar... Dus plek is alleen voor 18 plus. Ze geloofden dit niet. I'm 19 plus! Ik denk dat dat ook precies de reden is waarom ze mijn identiteitskaart hebben gevraagd. Shit, nu kijk ze hier allemaal. Shit, the fuck. Ik besef eigenlijk nu pas dat ik hier... Oh, shit. Fuck. Ik denk dat het helemaal niet de bedoeling was dat ik door deze deur kwam, shit. Zona! Video Glewada. Dit is dus West-Vlaams. Zona Vid Vido Glewada. Ik moet gewoon wachten dat daar andere mensen dit ding open doen. Yes, thank you. Thank you. Please don't come in my garden. Stay away. Mijn tuinmannen weten dat ik soms wel eens een plontje doe. Arike, you like it when I do a plonsy ones, yeah? Zoals je kan zien, kleine plonsjes, grote plonsjes. Dit is mijn eigen keuken. That's pretty nice. Hello, swimmer in my pool. Hello. Hier is er een brug. Hier is er een smokebankje. Yes, nice. Nee, is het? Ja. Of Nathan, ja.
creator code NatanXAZIT. Hey, this one is actually pretty nice. I got a creator code NatanXAZIT. De persoon die creator code NatanXAZIT krijgt dit t-shirt. Kennen jullie zo van die mensen die zo standbeeld spelen en zo geld krijgen omdat ze stil zitten en moet je zo een beetje geld geven? Is dat deze guy aan het doen is. Maar hij heeft een beetje warm, dus hij drinkt even bierie. Enjoy die bierie, man. Blankenberg Beach, ouw hier. Maar ik heb een zonnebril nodig. Hey, another vlogger, hello. Dan gaat dus een zonnebril kopen. How do you guys have sunglasses? Thank you. No, I don't like this one, thank you. Dit is een nice sunglass hoed. Pretty nice from Dior. Oeh, that's pretty nice. Wat zag jij? Afbieden. Ga je afbieden op die helm? Afbieden. Afbieden. Oeh, dat is een nice helm. It's a nice helm. Hmm. Pretty nice sunglasses. Looks pretty neat. Price is 272. This one came yesterday, 250. But I told him 239. Okay? Maximum, because this we are not allowed to do. It's a nice helmet, man. I like it. Very pretty. Ik vind het leuk, ja. Try it on. Moet ik dan ook mijn kop schuiven? Nice helm. Creator Gonatex is een nice helm. Thank you very much. Hoeveel heb je van de prijs gekregen? 9 euro nog. Hij wou het nog naar 200 krijgen. Dat wil je als 270. Ik heb een beetje korting gekregen als 239. Hij zei, wil even onderhandelen. 230. De Dior Sunglasses Vel Helmet. We zijn in Blankenberg. Vond je het leuk dat ik hier was? Nee. Ja, toch wel, ja. Dat is niet het ding. Surprise, surprise. Dat is een slechte verrassing. Ik dacht van, was ik hier aan toe komen en je vindt het niet leuk? Ja, dan ben ik hier ook, hè. Hello. De bier is op. Nu staat hier wel. Meneer de Piraat. Wat vinden jullie hiervan? Festival zie je altijd zo'n lelijke versie hiervan. En het is niet omdat het van een of andere merk is dat ik het nice vind, man. Way nice! De kuisvrouw heeft ook de kamer gemaakt. En wie de broers liggen hier? Fuck ja, boys. Kunnen niet alleen thuis blijven, snap je? Broers, fuck. Hello, daar ben ik weer, boy. De rij van douchen krijgt altijd extra punten, man. Hoe is dat water? Dit is de pompbak. En de haardroger. Yes, hello. Can I have a cooked fish meal? Creator code Natanx. Man, fucking waterverspilling. Man, get under the shower. Bye. Mag gaan vloggen. Daarom ben ik niet genomineerd voor beste vlogger op VTWords. It's a sad story. It's sad. Maar hey, het was heel leuk in Israël. Voor de rest, ik heb een hele leuke vakantie gehad. Ik ben niet lang weg geweest. So guys, don't cry, I'm back. Ik ben niet echt naar daar gegaan om video's te maken. Het was eigenlijk gewoon 3 dagen voor mijn pa dat ik even zei van, yo, ik leef nog. Maar wees niet getreurd. Ik weet dat jullie aan het wachten zijn op leuke vakantievlogs van mij. In maart ga ik snowboarden in Salbach met mijn mama en mijn oma. Dus we doen wat we 3 jaar geleden hebben gedaan. We maken elke dag die fucking snowboardvlogs. Dat gaat echt gek zijn. Ik ga daar de hele dag filmen en de avond editen en dan uploaden. Ik heb er zelf ook heel veel zin in. It's gonna be fucking great, man. Wat moest dit nog? Creator Code Natanx. Tussen de periode van 8 en 22 februari krijg ik 20% van jullie aankopen in plaats van 5. Weet jullie hoeveel dat is? Dat is 1/5 van je kop. We hebben al veel geld ingezameld voor de greater good. Maar het kan nog meer zijn. Dus ja, wat ik zo zeggen tegen jullie. Blijf skins kopen. Je krijgt ook dit. Ik denk dat die komt bij de update van volgende week dinsdag. Als mijn creator code al bij jou staat, dan krijg je die sowieso. Als die daar nog niet staat. Wat een fuck wacht, joh. Man, creator. Moet je die invoeren en dan krijg je leuke roze, leuke kleurtjes voor je gewoon. Yes! Mijn t-shirt is ook aangekomen. Dat is fucking nice. Woo! En omdat ik het zo gek vind dat de creator code NatanXAZIT zo ver aan het gaan is, wil ik even een shout-out geven naar de broers. Die zijn gewoon betogen in Brussel met een bord. Je kunt 3 keer raden waarop staat. Creator! Ik weet niet waarom, maar de fucking knak heeft hier artikels over geschreven. Dit is Matthijs de Brabander. 15 jaar oud en gaat naar het St. Paulus Instituut in Gent. Meer bomen, minder plastic. Je ziet het. Zijn bord spreekt boekdeel. Joran Slot is 16 jaar oud en gaat naar het St. Paulus Instituut in Gent. Alle soldiers zijn hand. Ik zie jullie, man. Dit is mijn toekomst. Dit is inderdaad jouw toekomst. Creator code! Dan hebben we nog Bert van Kouwenbergen. Ook van het St. Paulus Instituut in Gent. Het is onze held Nathan een hartje onder de riem te steken. Dat is love, man. Dat is echt een broer shit. Ik heb er nog superveel, maar die doe ik wel in een andere video. Deze soldiers kunnen ook niet unnoticed gaan. Yo, deze. Het is karre. Mama, kom. Kom. Kom, snel! Creator code. NatanXAZIT. Zo zijn ze gaan betogen in Brussel. Mogen.
Creator code, Nathan XX. Wij al creator code, Nathan XX, zit van niet meer aan. Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn. Zonder jullie zouden we geen verandering kunnen brengen in het klimaat. Want dankzij deze mensen, dankzij iedereen die is gaan betogen. Ik zie Nederland heeft ons ook gevolgd. Er was ook een betoging in Amsterdam, denk ik. Daar zijn alle studenten ook gestopt met school en ook gewoon op straat gaan. Ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke video vonden. Ik weet dat ik had meer moeten filmen in Spanje. Maar zoals ik zei, in maart ga ik naar Selbach met mijn moeder en mijn oma. So that is gonna be fucking great. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Morgen ben ik terug met nieuwe ringen. Misschien spelen we Apex Legends. Who knows? Ik zie jullie later. Creator Code. Love you guys. I really love you. Hello! Creator Code! I'll probably win. Hello! Hello, stupid! What? Damn, wij samen. My girlfriend here, my friend. Stop het, dat werkt niet. Ja, je moet in de mic. Hello!